Alessandro. De versnelling. Ze hebben moeite om te volgen. De Walen. Hij is snel teruggelegd. Alessandro tegen de paal. Het is nog niet gedaan. Nu wel. Want Heijmans trapt die bal over de goal van Bibau. Westerlo. Met een zo goed als perfecte counter. Met de Nasus. Nasus is los. Nasus! En krijgt hij hem erin? Nee, opnieuw tegen de paal. Opnieuw geen doelpunt voor Westerlo. En opnieuw ontsnapt Bibau. Leek die bal helemaal verkeerd te raken. Jens Nasus. Christensen. Christensen gaat neer. Nou, dit is een strafschop. Absoluut. Hele leuke aanval. Heel snel. Dat tikwerk. Dan is dat absoluut een overtreding. Wesley de Kramer stond er dichtbij. Dan is het Wouter Korstjes. Die zich achter die bal zet. Neemt de verantwoordelijkheid om er 0-1 van te maken. Korstjes met de goal voor Westerlo is verdiend. Ze lieten al een heel pak kansen liggen. Voorzet Damman. Dat is een goede. Een goede voorzitter nu. Robin Sevier met een balletje in het centrum. En dan staat het 1-1. En is het Cornet die scoort voor Roeselare. Nou, de bal kregen ze bij Westerlo niet weggewerkt. Lecomte tegenover Otto. Crisé met de voorzet. Dat is een goede. Daar is Cornet. En daar is de goal voor Roeselare. Mathieu Cornet. Hij zorgt voor de 2-1. Nou, wat een ommekeer in deze partij. Mathieu Cornet. Heijmans. Christensen. Nasens. Als neutrale supporter gun je hem dat doelpunt helemaal. Hier is de trap van Alessandro. En was het dan Bibau? Die er toch nog bij zat? Ik denk het wel.